Goedemorgen en welkom weer bij de webinar. We zijn weer bij Pallas Advocaten. Ik ben Maarten van Kempen en dit keer over convenanten, hè, afspraken tussen bestuurder en ondernemingsraad. Als iemand in de chat zou kunnen aangeven of er goed beeld en geluid is, dan kunnen we verder. Ja. Nou, dames en heren. Een hele goede morgen. Je ziet hier al staan, afspraak is afspraak. Dat is natuurlijk toch de basis en niet alleen tussen ondernemer en ondernemingsraad, maar eigenlijk toch ook in het hele dagelijks leven. Dan kun je naar de volgende. Ja, we gaan naar de volgende. Want we gaan het hier natuurlijk echt specifiek hebben over die afspraken tussen de OR en de ondernemer. En ik heb er een plaatje bij gepakt waarin mensen elkaar een hand geven. De handshake. Ik zie het. En die handshake, die zegt eigenlijk alles, zeggen we in het dagelijks leven. We hebben door een hand opgegeven, dan is het toch zo. En toch, en dat zien we natuurlijk niet alleen in het dagelijks leven, maar dat zien we natuurlijk ook in de medezeggenschap. Soms is zo'n afspraak, is dat nou wel, wat hebben we nou eigenlijk afgesproken? Of, ja, er is toch wel van alles gebeurd en ik voel me niet meer gebonden aan wat we hebben afgesproken. Nou. Dat is eigenlijk waar ik het deze ochtend dus met jullie over zou willen hebben. En dat begint al met de vraag, wat is een afspraak? Nou, eigenlijk juridisch is een afspraak een overeenkomst. Nou, overeenkomsten, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Hè? Kopen wel eens wat of geven dus een opdracht. Hè? Dat zijn allemaal overeenkomsten. En overeenkomsten die komen in principe tot stand door aanbod en aanvaarding. Ik bied iets aan en de ander zegt, nou, dat is een goed idee. En dan hebben we een afspraak. En dat is in de medezeggenschap eigenlijk niet anders. Nou, hoe zien nou die afspraken eigenlijk in de medezeggenschap eruit? Je zou kunnen zeggen dat je er drie soorten hebt. Hè? Het eerste soort wat we zien, dat zijn eigenlijk de ondernemingsraden die in een advies of een instemmingstraject voorwaarden formuleren, hè, ten aanzien van een te geven instemming of advies, en dat zo'n ondernemer dan die voorwaarden in zijn besluit overneemt. Nou, dat is een deel. En vaak zijn het overnemen van die voorwaarden kan dus betekenen dat hij in zijn besluit zegt, nou, hè, ik dank u wel voor uw advies en ik neem alles over en ik ga over tot uitvoering. Nou, dat is een manier. Nou, een tweede manier is dat een ondernemer heel expliciet iets toezegt. Zegt, nou, dat gaan we doen. En de derde is natuurlijk dat er inderdaad echt een document wordt gemaakt tussen ondernemingsraad en ondernemer, waar handtekeningen onder komen, hè, of je doet het in notulen of wat dan ook. En dan worden die afspraken vastgelegd. Nou, al die drie soorten, die hebben zo hun eigen dynamiek. Als we nou kijken naar de eerste, bijvoorbeeld hè, voorwaarden. Voorwaarden in instemmingadvies, dan zijn dat eigenlijk acties die je van een werkgever verwacht nadat een besluit is genomen. Hè? Bijvoorbeeld, we adviseren u om door te gaan om de voorwaarden dat wij tijdig en ordentelijk worden geïnformeerd in de eerstvolgende overlegvergadering over de voortgang. Hè? Of de ondernemingsraad wil graag betrokken worden bij de uitvoering. En dan zegt de ondernemer, ja, nee, dat gaan we natuurlijk doen. Hè? Dat zie je. En soms is het ook wel wat concreter. Ik heb hier een voorbeeldje van een oude zaak van Citech, waarin een ondernemingsraad zei, nou, we zijn adviseren om die herfinanciering dan door te voeren, hè, mits hè, onder de voorwaarde dat de bestuurder voorafgaand aan de uitvoering van die herfinanciering schriftelijk aan de OR heeft bevestigd dat Citech uitvoering zal geven aan de wettelijke eisen van een structuurvennootschap. Dat wil zeggen, het ging hier om een onderneming die eigenlijk al onder de structuurregeling viel. En er moest nog een statutenwijziging worden doorgevoerd. En ja, als je onder de structuurregeling gaat vallen, dan mag je bijvoorbeeld als ondernemingsraad commissarissen voordragen. Nou, dit zijn dus allerlei vormen van besluiten die genomen worden aan de hand van voorwaarden. Nou, en wat je al ziet is, ja, die voorwaarden, ja, hoe schrijf je die dan op en hoe komen die dan vaak op papier? En dat zien we dan ook wel vaak gebeuren in de vorm van toezeggingen. Nou, ik heb er hier een drietal toezeggingen eventjes zo
neergeschreven. Dat zijn toevallig ook toezeggingen die ik zelf zo ben tegengekomen. Waarvan ik jullie kan zeggen dat dat allemaal achteraf niet zo duidelijk toch meer bleek. Hè? Bijvoorbeeld een instemmingstraject voor de overgang van de ene pensioenregeling naar een andere. Waarin een voorwaarde was opgenomen om vervolgens, nadat we dan naar die andere pensioenregeling waren overgegaan, vervolgens een onderzoek te starten naar een geheel nieuwe pensioenregeling. Want er waren nog 2 of 3 en er moest toch wel iets heel nieuws gaan komen. Dat betekent feitelijk een actie met allerlei procesmatige acties die genomen moesten worden. Maar ja, in die zaak namen ze het allemaal netjes op en het besluit werd ook zo genomen. Alleen vervolgens gebeurde er niet zoveel. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij een andere zaak die ik heb gezien. We gaan aan de slag met een MVO, met een medewerkers tevreden onderzoek. Ja, wat is dat dan? We gaan aan de slag met een MVO. Hè, wanneer, hoe, wat? Dus je ziet hier ook, het gaat hier vaak ook wel om toezeggingen die een beetje vaag geformuleerd zijn. Nou, en dan ook eentje vrij recent, en ik weet, je zit in de chat. Eind Q1 gaan we over tot harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Nou, dat is vrij concreet, dat is er tijd in. En dan vervolgens gebeurt er van alles bij zo'n onderneming, waardoor ze zo'n tijdlijn niet halen. En dan is altijd de vraag, ja, wat betekent dat dan? En hoe ga je daar als ondernemingsraad mee om? Of, je ziet ook weer die toezegging waar ik het net over had in die vorige zaak. Hè. Ja, schrijft de ondernemer, we zijn akkoord met de invoering van de structuurregeling. En dan in principe per 1 januari 2019. Ja, in principe. Hè. Dat is niet keihard. En dat bleek ook wel, want in het vervolg van die zaak kwam dat dus niet meer zo heel veel van terecht. Nou, zo zie je dus dat als je het hebt over het formuleren van toezeggingen, dat het heel goed is om die zo concreet mogelijk natuurlijk te laten opschrijven. En ik zal jullie laten zien dadelijk waarom dat het geval is. Nou, dan hebben we de toezeggingen gehad en dan hebben we natuurlijk de derde vorm van afspraken, de ondernemingsovereenkomst, oftewel het convenant. Dat is gelukkig iets wat in de wet, in de WOR, is geregeld. En wel in artikel 32. Hè, dat kennen jullie voor een deel, denk ik ook wel. En sommige van jullie hebben waarschijnlijk ook wel binnen de ondernemingsraad een convenant actief of niet. Maar de wet schrijft dus voor dat zo'n convenant in principe schriftelijk moet zijn. Hè? En betekent dat dan dat het in een document opgenomen moet worden met partijen en een considerans en artikelen en dan allemaal handtekeningen? Op zich hoeft dat niet. Het zou wel mooi zijn, hè? Maar je zou het ook kunnen zeggen, het mag ook in de notulen van een overlegvergadering, hè? Als het maar schriftelijk is. Maar getekend zijn de notulen? Ja, want anders dan heb je toch wel weer meer te maken met een toezegging, zou ik zeggen. Want, kijk, een getekend document betekent dat er over de inhoud geen discussie meer mogelijk is. Hè? Want dan hebben partijen zich allebei geconformeerd aan wat er staat. En als ze dus te maken hebben met, ik heb het zo opgeschreven, dus het is zo gezegd, dan kan een andere partij zeggen, ja, A, ik heb het niet zo gezegd, of B, ik heb het zeker niet zo bedoeld. dus dat zie je dan. Dus notulen zou kunnen. Het nadeel, denk ik, van notulen is vaak wel dat, ja, waar stond het ook alweer? En allemaal terugzoeken, van, ja, wanneer was het ook alweer? En dan heb je notulen en dan, daar stond het. Kijk, notulen worden wel vaak gebruikt als bijvoorbeeld dat toezeggingen moeten worden teruggezocht. Van, ja, je hebt het toegezegd, kijk, het staat daar. In de notule. Of in een brief of in een e-mail van de bestuurder. Er komt hier een vraag, ja? die had ik wel verwacht. Want de notulen worden vastgesteld in de volgende overleg. Ja. Maar nog steeds geen handtekening. De vraag is dus, als ik in het verslag zet dat de notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld, is dat dan iets anders dan getekende notulen? Kijk, het beste is om notulen te tekenen. Dat zie je ook gewoon in de reguliere governance. Als je lid bent van een vereniging en je zit in het bestuur, dan zie je toch, ja, er komen notulen. En dan worden ze, en zeker bij de hele formele bestuurders, die tekenen al die dingen netjes af en dan gaan ze in een archief. Want dat is de enige manier dat je zeker weet dat partijen zich daaraan hebben geconformeerd. Doen we dat? Niet heel vaak.
Dus ik zou wel durven zeggen, zeker als je ambtelijk secretaris bent en jij noteert dat de notulen zijn vastgesteld, dat dat op zich wel voldoende bewijskracht heeft, dat ze op die manier zijn vastgesteld. Tenzij de notulen waarin staat dat ze zijn vastgesteld, daar weer op terugkomen, ja, maar ze waren nog niet vastgesteld. Ja, dus eigenlijk zou je, als je het 100% zeker wil weten, moet je de vaststelling van de vaststelling van die notulen bekijken. Dus ik snap de theoretische vraag, maar ik zou durven zeggen, als jij opschrijft vastgesteld, dan zitten daar ook allemaal mensen aan tafel die dat ook met elkaar op die manier hebben vastgesteld. En tegenwoordig, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, worden overlegvergaderingen ook steeds vaker, zeker als ze via Teams gaan, opgenomen. Dus je kan dan ook altijd nog eens even op die manier terugkrijgen. Het gaat natuurlijk hier om bewijskracht. Van, is die afspraak ook zoals het is bedoeld, maar is die ook gemaakt? Die handshake die we elkaar soms geven, daarvan kun je zeggen, ja, we waren met z'n tweeën, er was niemand bij, en je zegt, nou, ik weet van niks. Ja, dan zal ik toch moeten bewijzen dat wij die afspraak hebben gemaakt. In grotere groepen zul je zien dat dat allemaal wat makkelijker gaat, omdat er heel veel mensen bij waren, die zeggen, ja, dat hebben we zo gezegd. Dat is zo gezegd, het is ook zo genotuleerd. Dus dat vaststellen is daardoor natuurlijk wel belangrijk. Maar een apart document is dan natuurlijk het helemaal het makkelijkst. Want dan kun je ook heel goed duidelijk uitschrijven wat er is bedoeld en wat de bedoeling is. En daar kun je dus ook daadwerkelijk partijen door een handtekening en een datum aan conformeren. Is nou die schriftelijkheid, is dat nou een keiharde eis? Nee. En dat komt omdat in het Nederlandse contractrecht, en daar zal ik je straks ook nog heel kort even over hebben, daar wordt gewoon gezegd dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is. Dus die schriftelijkheid, en dat heeft de kantonrechter Wageningen, daarom staat hier ook even bij, ook wel gezegd. Ja, we weten wel dat er schriftelijk staat, maar dat staat er niet aan in de weg dat ook mondelinge overeenkomsten gesloten kunnen worden. We weten hier natuurlijk nog niet zo heel veel van, want zou je dan bijvoorbeeld mondeling een adviesrecht kunnen uitbreiden of een instemmingsrecht kunnen uitbreiden? Ik denk dat dat ingewikkelder ligt, met name ook omdat die bewijskracht ontbreekt. Dus een ondernemer zegt, ja, maar ik heb hier helemaal geen adviesrecht over gegeven. Nou, dat hebben we toch zo afgesproken. Nou, bewijs het maar. Dus dan wordt het wel ingewikkelder. Dus als je het niet op schrift hebt staan, dan denk ik dat de bewijslast voor de ondernemingsraad die iets claimt, ja, best wel zwaar is. Dat schriftelijkheidsvereiste staat natuurlijk niet voor niks. En dus ook is mijn advies, zorg dat het opgeschreven wordt. Dus hou het, zeg niet, ja, dat hebben we telefonisch zo afgesproken, dus ik dacht dat het wel goed zat en ik vertrouwde hem. Ja, dat snap ik wel. Alleen later, als het echt ingezet moet worden, dan kan dat dus tot problemen leiden. Nou, als we dan kijken naar die ondernemingsovereenkomsten, dan hebben we te maken met eigenlijk een aantal verschillende vormen. En dan zie je hier vier vormen staan en denk je, heb je dat nou zelf bedacht? Nee hoor, dat heb ik gewoon gejat. Van iemand anders die dit op deze manier ooit netjes heeft opgeschreven, en meneer Wiebel. En ik vond het op zich wel een mooi onderscheid. Hij maakte het onderscheid tussen de medezeggenschapsrechtelijke ondernemingsovereenkomst, de facilitaire ondernemingsovereenkomst, de vennootschapsrechtelijke ondernemingsovereenkomst en de arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst. En wat ze allemaal gemeen hebben is dat het gaat om afspraken of toezeggingen waarin dus aan ondernemingsraden iets wordt toegezegd. Jullie krijgen er rechten bij. Er ontstaan rechten voor de ondernemingsraad. En als je nou de volgende slide pakt, dan zie je bijvoorbeeld bij medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken, dus onderwerpen die je in een ondernemingsovereenkomst kan opnemen, hebben bijvoorbeeld interpretatieafspraken van wat is nou belangrijk. Hè? We weten natuurlijk dat als we het hebben over het adviesrecht van de wet op de ondernemingsraad in artikel 25, dat als je dat lijstje van voorgenomen besluiten pakt, van A tot en met N, dat daar verdomd vaak het begrip belangrijk in voorkomt. En dat we dus ook daardoor met elkaar wel discussie kunnen krijgen, ondernemer en ondernemersraad, ja, wanneer is nou iets belangrijk? Wanneer kunnen wij nu advies geven over een investering? Wat maakt een investering belangrijk? Moeten we naar kijken naar getallen? Waar moeten we naar kijken? Nou, kun je afspraken over maken? Kun je een convenant afspreken van, nou, wij willen in ieder geval alle investeringsbeslissingen boven een bepaald bedrag worden ter advisering aan de ondernemingsraad voorgelegd. Nou, kun je gewoon opnemen in de ondernemingsovereenkomst. Nou,
Een ander ding wat je natuurlijk kan opnemen over medezeggenschap is dat zijn procedureafspraken. Daar ga ik er straks ook aan het eind een voorbeeldje van laten zien. Dat kunnen dus ook termijnen zijn. Hè, van ja, als het advies er is, dan spreken we af dat binnen 2 weken inderdaad, hè, dat ook die informatie op tijd is, dat vervolgens die overlegvergadering op tijd komt, wanneer de informatie wordt verstrekt, welke vrijstellingen gelden, kun je allemaal netjes afspreken. Dus dat komt best wel voor. Een andere vorm van afspraken waar je naar kunt kijken, dat zijn natuurlijk, ik noem het competentieafspraken. Stel je bent een gemeenschappelijk OR en je hebt onderdeelcommissies die ook zelfstandig overlegrecht hebben, dat je toch probeert intern af te spreken, ook met de ondernemer van oké, wat leggen we dan neer bij een onderdeelcommissie en wat leggen we neer bij de OR? En dat kun je natuurlijk ook hebben met een situatie waarin sprake is van een centrale ondernemingsraad en onderliggende OR. Maar zegt de wet wel, ja, het moet wel gaan om onderwerpen dan die van een, wat we noemen, gemeenschappelijk belang hebben. Dus tenminste zoveel onderdelen. Maar je kunt natuurlijk ook wel heel goed afspreken, ook tussen tussen OR en COR. Want het zijn natuurlijk ook twee verschillende instituties. Maar ook samen natuurlijk met de ondernemer van, ja, deze onderwerpen die leggen we bij de COR neer. En die onderwerpen leggen we sowieso bij de OR neer. Dus kun je dus ook meer specificeren. En natuurlijk kun je ook kijken naar uitbreiding van het wettelijk advies- en instemmingsrecht. Hè? Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, ja, wij willen adviesrecht over de benoeming van commissarissen. Dat komt dadelijk trouwens ook bij vennootschapsrechtelijk door. Belangrijk wel trouwens voor de uitbreiding van het advies- en instemmingsrecht, en dat is met name voor de uitbreiding van het adviesrecht, is dat daar waar het gaat om overheidsondernemingsraden, is dat ingeperkt. En dat komt omdat daar het primaat van de politiek geldt. En bij het primaat van de politiek is zo'n hard criterium dat je daar bij ondernemersovereenkomsten niet van af kunt wijken. Dat heeft de Hoge Raad inmiddels bepaald. Nou, volgende, dat zijn dan de facilitaire. Ik heb nog een vraag. Niet van de groep, maar weer van mij. Die competentieafspraken, moet ik ook denken aan de afspraken waarbij sprake is van een groepsondernemingsraad. Dus bijvoorbeeld ondernemingsraden die samenwerken in een groep, omdat ze bijvoorbeeld dezelfde moeder hebben. Maar dat kan, ja. Die vallen daar ook onder. Nou, je kunt in principe afspreken wat je wilt. Het zijn geen categorieën van het valt. Het is meer dat wij op deze manier laten zien wat je allemaal kunt afspreken en in welk kader. Maar zeker als jij zegt, we hebben geen COR, maar we hebben wel 3 OR en een PVT. Dan kun je natuurlijk inderdaad met elkaar afspreken van, we gaan dat zo doen. Dan hoeven we geen COR in te stellen, maar dan regelen we dat gewoon op die manier. Ja. En dan zie je ook wel dat bijvoorbeeld bepaalde commissies worden ingesteld, waarbij bijvoorbeeld 2 OR gezamenlijk via een commissie naar een besluit kijkt om die medezeggenschap op die manier vorm te geven. Dus ja, dat kan zeker. En er valt dan bijvoorbeeld de bijzondere ondernemingsraden onder. Wat bedoel je? Ik vind een bijzonder ondernemingsraad een bijzonder element. Ik ken de bijzonder ondernemingsraad niet. Nou, dat zal ik je vertellen. bijzondere ondernemingsraden kennen we bijvoorbeeld van, wij zijn van plan om dat er deze organisatie binnen onze organisatie wordt ingenomen, ja, of buiten. En dan maken we een ondernemingsraad die zich daarin alvast gaat voorbereiden. Maar die eigenlijk nog geen ondernemingsraad is. Juist, want er is nog geen grondslag. Maar het is een nog niet bestaande organisatie. Een soort kwartiermakersclubje. Zou ik kunnen. Ja. Maar, nogmaals, je kunt in principe afspreken wat je wilt. Maar het is wel, ik denk wel dat het lastig is om bevoegdheden aan een nog niet bestaande ondernemingsraad te geven als ware zijn ondernemingsraad. Maar aan de andere kant, de wet op de ondernemingsraad is een minimum. Het is een minimumwet. Dus de WOR is ook een heel flexibele wet. Dus je kunt inderdaad heel veel bovenwettelijke afspraken maken. De grap is natuurlijk, en daar gaat het dan om, je kunt die afspraken natuurlijk maken. Maar de vraag is, gaat de ondernemer zich daar dan aan houden? Dat is natuurlijk de vraag. En de problemen ontstaan pas als een ondernemer, neem bijvoorbeeld jouw bijzondere ondernemingsraad, dat die allerlei bevoegdheden aan die bijzondere ondernemingsraad zegt. En als er dan echt iets gebeurt, dat die ondernemer dan zegt, sorry, maar dat kon helemaal niet. Dan hebben we een probleem. Ja. Toevallig hebben we daar op dit moment een procedure over lopen. Dus misschien weten we over een maand of zo hoe we daarmee om moeten gaan met dat soort vraagstukken. Ja, zeker. Nou, dan hebben we de facilitaire ondernemingsovereenkomsten. Nou, dat gaat eigenlijk puur om faciliteiten. Uren, opleidingen, budgetten. Maar ook wel of niet een ambtelijk secretaris toevoegen natuurlijk. Hè.
dat kun je natuurlijk regelen in die faciliteitenregeling. En dat is best belangrijk om dat op die manier te doen. Omdat je daarmee rechten krijgt waarvan het ook waarschijnlijk nog niet zo eenvoudig zal zijn voor een ondernemer om die weer even, nou is het afgelopen met die faciliteiten. Hè? Dus als je die faciliteiten in een ondernemingsovereenkomst kan stoppen, kan je dus ook die werkgever aan die faciliteiten houden. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Dus als je daar geen afspraak over maakt en er wordt voor de time being bijvoorbeeld een ambtelijk secretaris toegekend en vervolgens wordt er gezegd, ja, nou is het alweer genoeg geweest. Als daar geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt, dan is het even de vraag wat de positie van de ondernemersraad dan zal zijn. In hoeverre zij dan kan claimen, ja, wacht even, wij willen hem of haar wel heel graag houden. Ja, als de ondernemer zegt, ja, nee, want ik vind het niet meer nodig, noem maar wat. Ik vind het niet meer nodig. Dan sta je misschien minder sterk dan wanneer je dat gewoon goed hebt vastgelegd. Nou, de laatste deel, dat zijn natuurlijk de zogenaamde vennootschapsrechtelijke vennootschapsrechtelijke ondernemingsovereenkomst. Nou, daar moet je denken aan zaken waarin de ondernemingsraad binnen het vennootschapsrecht een rol speelt. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad bij dat aanbevelingsrecht wat je hebt in de structuurregeling. Hè? Dat je een lid van de RVC mag voordragen. Nou, je zou best in een ondernemingsovereenkomst kunnen afspreken hoe je dat voordrachtsrecht invult. In hoeverre mag je als OR zelfstandig een werving- en selectiebureau aantrekken? In hoeverre is er overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen? Nou, andere zaken die je daarin kunt afspreken. En een belangrijke die je af en toe ziet, zijn niet heel veel bedrijven die het doen, maar soms zie je het wel gebeuren, is dat de ondernemingsraad door de ondernemer het recht van enquête wordt toebedeeld. Dat is ook een specifieke bevoegdheid die voortvloeit uit het vennootschapsrecht, waarbij niet zozeer een besluit, hè, wat we natuurlijk bij het adviesrecht hebben, aan de OK wordt voorgelegd, maar waarin het hele beleid kan worden getoetst door de ondernemingskamer. Dat is nu voorbehouden aan aandeelhouders, organen zoals de Raad van Commissarissen en de vakbonden, die mogen dat ook. Maar de ondernemingsraad heeft tot nu toe niet die zelfstandige bevoegdheid in de wet, maar die kan dus wel via een ondernemingsovereenkomst worden verstrekt. En dan een hele beroemde zaak waarin dit is gebeurd, is Eneco geweest een aantal jaren geleden, waar heel veel hommels was met 19 gemeentes die allemaal aandelen hadden in het energiebedrijf, moest worden verkocht. Er ontstond een padstelling, ruzie tussen de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen en de bestuurder, waarop die bestuurder uiteindelijk heel slinks gewoon in een ondernemingsovereenkomst die ondernemingsraad het recht van enquête gaf en dat ook meteen inzette om met name de ondernemingskamer te laten onderzoeken of er sprake was van wanbeleid. En dat heeft onder andere geleid tot het wegsturen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Nou, de laatste, de vierde eigenlijk, dat is wat we noemen de arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst. Nou, dat is een wat bijzondere ondernemingsovereenkomst, omdat die arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst feitelijk ook rechten schept voor derden, namelijk voor de werknemers. Dus stel, en dat zien we natuurlijk wel, ondernemingsraden die afspraken maken met de ondernemer en een advies trekt over een sociaal plan. Dat sociaal plan, dat moet dan natuurlijk worden uitgevoerd. En werknemers kunnen daar dan natuurlijk ook rechten aan ontlenen. Het is wel goed om dat dan ook op die manier op te schrijven, dat het werking heeft ten opzichte van de werknemers. Dat de werknemers daar ook rechten direct aan kunnen ontlenen. En wat we natuurlijk ook zien, is dat ondernemingsraden af en toe ook onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Het is niet helemaal de core business van een ondernemingsraad om over arbeidsvoorwaarden, primaire arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Maar we zien het natuurlijk wel in plaats van vakbonden. En ook daarvoor geldt dan dat dat soort afspraken gezien worden als een ondernemingsovereenkomst. En als die er eenmaal zijn, die ondernemingsovereenkomsten, dan heb je ook daadwerkelijk een vastliggend document waar je elkaar aan kunt houden. En dat brengt mij ook meteen, en dan hebben we het ook weer over de formulering, hè? Want het gaat vaak ook over de manier waarop je dingen vastlegt. En dat is misschien wel aardig om dat de volgende slide te laten zien, waarin we zo'n arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst onderwerp is geweest van een discussie. Dat ging over de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en die ondernemingsraden. En de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is natuurlijk geen ziekenhuis.
Dat betekent dat die CAO, de VVT of de zorg-CAO, de ziekenhuis-CAO's, die waren niet van toepassing. Dus die ondernemingsraad en die NVZ, die hadden gezamenlijk een rechtspositiereglement uitonderhandeld en vastgelegd. En in dat reglement stond de volgende zin: wijzigingen van het rechtspositiereglement NVZ komen alleen met instemming van de ondernemingsraad tot stand. En dat is ook wel handig. Hè? Want als je afspraken maakt, contract maakt, ja, dan is het logisch dat je die niet eenzijdig zomaar kunt wijzigen. Wat gebeurt er dan vervolgens in de loop der tijd, tijdens die looptijd, wil men toch een wijziging doorvoeren en de OR zegt, nou, dat willen wij helemaal niet. Wij zijn het er niet mee eens en je hebt onze instemming nodig, dus dat doen wij niet. En wat doet nou die Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen? Zegt, nou ja, als jullie niet instemmen, dan gaan wij naar de kantonrechter en dan vragen wij vervangende instemming. Als ware hier sprake van een instemmingsrecht in de zin van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsschade. En dat is natuurlijk een beetje, dat is natuurlijk wel bijzonder, maar die instemming, ja, die stond natuurlijk wel in dat document. Maar goed, wat zegt de kantonrechter? Ik heb wat vragen. Oh, er zijn alweer vragen? Ja. Maar je wil... Ja, ik wil eerst even de volgende doen en daarna de vraag. Oké. Ja, zegt die kantonrechter, er staat wel instemming, maar het is wel evident dat hier is bedoeld overeenstemming. Het stond er niet, maar het is natuurlijk wel bedoeld, hè? Want, zegt die kantonrechter, en dit geding is anders dan NVZ meent niet de situatie aan de orde dat aan de ondernemingsraad een bovenwettelijk instemmingsrecht is toegewezen, hè? Want dan heb je een besluit, je mag instemmen. Maar er is voor gekozen om gezamenlijk met de ondernemingsraad periodiek de arbeidsvoorwaarden van het personeel te bepalen. Oftewel, het is gewoon een overeenkomst. Hè? En dat betekent dus ook dat partijen op gelijkwaardige voet staan. En dat betekent ook dat je niet eenzijdig dat ding kan wijzigen. Hè? Okay. En dan moet je nog even één slide erbij pakken. Want dan zie je dat ook. En dat geldt dus ook dit voor bijvoorbeeld de faciliteiten. Dit geldt voor al die afspraken die een convenant natuurlijk neerlegt. Hè? Want in zo'n ondernemingsovereenkomsten zijn OR en ondernemer gelijkwaardige contractpartijen. Dus als je als ondernemer zo'n contract wil wijzigen, dan val je dus ook terug op het reguliere contractrecht. En dat zegt dat in principe, zonder de medewerking van de andere partij, je niet kan wijzigen. Er zijn in het contractrecht twee mogelijkheden waarin dat dan kan. En de eerste is de regeling in zaken onvoorziene omstandigheden. Die is geregeld in het verbintenisrecht. En dan moet je de rechter vragen om het contract aan te passen, want dan moeten er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. En een tweede contractuele mogelijkheid, het verbintenisrecht biedt altijd de mogelijkheid dat als zeg maar de uitvoering, de naleving van die afspraken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Nou, ik ga je vertellen, dat is een hele, hele hoge lat. Nou, we hebben nu een paar vragen. Er is een vraag, Ingrid vraagt, is het verstandig om een aantal overeenkomsten in één bestand af te spreken of liever toch in aparte documenten, bijvoorbeeld de facilitaire aanspraak in combinatie met de arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst? Ik zou zeggen, de arbeidsvoorwaardelijke ondernemingsovereenkomst, dat ziet echt, dat is een materieel contract dat je eigenlijk doet ten behoeve van de achterban. Die andere drie overeenkomsten, dat zijn echt de afspraken die gelden tussen ondernemingsraad en ondernemer ten aanzien van de positie en de rechten van die ondernemingsraad zelf. Dus wat je wel zou kunnen zeggen is, ja, als je zegt ik wil de medezeggenschapsrechtelijke aspecten en de facilitaire aspecten, dat je die in één document stopt, dat kan. Maar je kunt er ook voor kiezen, nee, we hebben gewoon verschillende documenten. En je kunt namelijk ook zeggen, ja, gaan wij nou een contract aan voor onbepaalde tijd? Dan mag het doorlopen, zolang het duurt. Of sluiten wij convenanten af voor de duur van de zittingstermijn? En dat er dus bij iedere zittingstermijn opnieuw gekeken wordt naar de afspraken. En dat zou je bijvoorbeeld bij faciliteiten wel kunnen voorstellen. Je zegt, nou ja, ieder jaar, iedere drie of vier jaar kijken we opnieuw hoe de vlag erbij hangt. Ja, dan ga je weer die discussie over wel of geen ondersteuning. Kun je beter gewoon structureel vastleggen. Ja, dat zou het mooiste zijn. En dat kan ook, want kijk, ik heb wel een keer in een convenant afgesproken
voor een ondernemingsraad waarin ze recht hadden om, laten we zeggen, op basis van de wet 17 OR-leden te hebben. En toen de afspraak gemaakt, nou, wij denken dat 9 genoeg is. En dat vond de ondernemer ook, ja, anders wordt het zo'n Poolse landbouw. En toen zeiden we, ja, dat is, we willen best in ons reglement opnemen dat we teruggaan naar 9. Maar dan wel onder voorwaarden, en dat spreken we dus ook af, dat wij ondersteund worden door een ambtelijk secretaris. Nou, dat is een afspraak die natuurlijk duurt totdat die duurt. Hè? Maar dat betekent ook dat op het moment dat bijvoorbeeld een ondernemingsraad zou besluiten, ja, wij denken dat we nu toch het reglement willen aanpassen en willen van 9 naar 11 of naar 13, dat ook de ondernemer kan zeggen, ja, we hebben afspraken over gemaakt. Dus je kan niet zomaar dat doen. Nou, dan komt de vraag op, ja, wacht eens even. Kan inderdaad de ondernemer, de ondernemingsraad dan daaraan houden tot in de lengte der dagen? Ja. Of betekent dat dan dat ze zegt, nou ja, als jullie dat willen doen, dan kan ik jullie niet tegenhouden, maar dan ben ik ook niet meer gebonden aan die verplichting om ambtelijk secretaris ter ondersteuning aan te bieden. Ben je nu al een beetje bij de volgende slide over opzegging? Waar het om gaat is natuurlijk dat als we het hebben over de wijziging van die afspraken, dat dat dus ingewikkeld is. Ja. Dus dan is het de vraag, ja, oké, ik kan niet wijzigen. Kan ik dan wel opzeggen? Dat is inderdaad de volgende slide. Mooie brug. Inderdaad. Maar ja, als ik niet kan wijzigen, dan kan ik misschien wel opzeggen, zal een ondernemer of een ondernemingsraad denken. Nou, en dan hebben we het weer over die vastlegging van die afspraak van die convenanten. Hoe heb je het geregeld? We gaan er eigenlijk wel vanuit dat een contract opzegbaar moet zijn. Nou, in het contractrecht wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt vaak tussen contracten voor, met een bepaalde looptijd en contracten die voor onbepaalde tijd doorlopen. Nou, een contract dat voor onbepaalde tijd doorloopt, dat, om nou te zeggen dat dat nooit en ten nimmer opzegbaar is, dat wordt in het contractrecht niet aanvaard. En dan wordt dus gezegd, je moet een goede reden hebben en je moet een redelijke opzegtermijn hanteren. Dat zijn dan een beetje de criteria. Maar je kan het wel bijvoorbeeld uitsluiten. En bijvoorbeeld, je ziet dat ook wel bij bepaalde tijdcontracten. Daar wordt gewoon gezegd, ja, dan sluiten we de opzeggingsmogelijkheid uit. Of je zegt, je mag opzeggen, maar als je niet tijdig opzegt, dan loopt het weer door voor de volgende zittingstermijn. Dat kan ook. Hè? En dat zie je bij CO's natuurlijk ook. Zie je ook dat soort zaken. Dus belangrijk denk ik is van opzeggen. Je kan opzeggen. Het niet eenzijdig opzeggen. Dus als de andere zegt, ik accepteer het niet, dan kan die niet opgezegd worden, toch? Nee. Dat kan natuurlijk wel. Als je een opzegtermijn. Als je maar net de opzegtermijn in acht neemt. Maar dat brengt me wel meteen even bij de volgende slide, want hier is natuurlijk over geprocedeerd. Ja. En daar zie je ook meteen inderdaad hoe complex dat kan zijn, want dit ging over een zaak van de gemeente Leiden. Hij is trouwens ook alweer 15 jaar oud, maar toch is het nog steeds een beetje een leidraad. Het is Hof Den Haag in dit geval. Want in dit convenant sluit de gemeente Leiden afspraken maken ze over aanvullende bevoegdheden. En dat gaat onder andere ook over faciliteiten. Hè? Dus er zit ook facilitaire zaken in. Het kent geen looptijdbepaling. Dus het is een onbepaalde tijdscontract. En dan wil de gemeente van die afspraken af. Zij willen die faciliteiten veranderen. En ja, ze hadden ook wat instemmingsbevoegdheden extra toegekend. En daar wilden ze eigenlijk ook vanaf. Ja, jullie hebben daar instemmingsrecht over. Dat willen we eigenlijk niet meer. Maar ja, dat wijzigen, zoals ik net al zie, ja, dat ging dus niet. Dus, wat zegt de gemeente? Nou, dan zegt het convenant op. En dan gaan we, in gesprek over een nieuw convenant. Ja, zegt hij hoor, dat gaan wij dus niet doen. En die gaan daarvoor dus naar de kantonrechter. En die vragen de kantonrechter, wilt u maar even verklaren dat die opzegging nietig is. Maar die rechtbank in Leiden kantonrechter, die wijst dat verzoek af. En die zegt dus ook, ja luister eens, het uitgangspunt is toch dat een contract voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd. Hè? Maar wel met een redelijke termijn. En je moet natuurlijk in sommige gevallen een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaan. Nou, ja, in dit geval vond de rechter dat die lat wel was gehaald, was een redelijke opzegtermijn. En ja, het was, je moet gewoon van een contract af kunnen. Dat is het. Dus het gaat eigenlijk niet om de inhoud, maar puur een contract moet in principe opzegbaar zijn. Ja, dat was in ieder geval de stelling van de rechtbank.
En daar is de OR het niet mee eens en die gaan in een hoger beroep naar het Hof. Nou, en het Hof dat zegt, nou ja, dat is dus niet zo. Het uitgangspunt van de rechtbank is onjuist. He? En dan zegt hij vervolgens of een opzegging in een concreet geval het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, moet beantwoord worden aan de hand van de redelijkheid en de billijkheid. Nou, dat is toch prachtig, daar kun je alle kanten mee op. In verband met de omstandigheden van het geval. Eigenlijk zeggen ze, we moeten dit contract en de situatie op zichzelf beschouwen en dan gaan we dan eens even kijken of je onder deze omstandigheden dat mocht doen. En dan zegt het Hof ook de aard van de overeenkomst en bijzondere omstandigheden kunnen een rol spelen. Nou, en dan gaat het Hof verder in de volgende slide. Want dan gaan ze vervolgens eens even kijken, waar hebben we het hier over? Hè? Dan zegt hij, kijk, het convenant kent onderwerpen waaronder het verlenen van extra advies en instemmingsrecht. Dus, ja, als jij dan vervolgens dat instemmingsrecht zou willen, door het op te zeggen dat instemmingsrecht, dat bovenwettelijk instemmingsrecht eruit haalt, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat kun je dus niet zomaar doen. Feitelijk zou je daar dus de instemming voor moeten krijgen, en dan hebben we het over de instemming in de vorm van het instemmingsrecht, om dat te doen. En dan niet zozeer instemming dat je vervangende instemming kan vragen, maar wel dat je zegt, ja, je moet een overleg gaan. En in dat overleg zul je dus moeten kijken wat wel mogelijk is, hè, als het gaat om faciliteiten en al die extra bevoegdheden. En dan zegt het Hof verder in de volgende slide. Indien er zwaarwichtige redenen zijn die nopen tot aanpassing van het convenant, moet je overleggen. Nou, ik liet jullie straks al zien, dat kan zijn dus via die onvoorziene omstandigheden, of via naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid, zwaarwichtige omstandigheden. Dus je moet echt, die lat ligt best hoog. Maar, zegt het Hof ook, partijen moeten zich dus wel redelijk jegens elkaar opstellen. En alleen indien de OR zich ter zake van die redelijke voorstellen tot aanpassing onredelijk opstelt, hey, waar kennen we dit van? Van het instemmingsrecht. Kan de gemeente het convenant met inachtneming van een redelijke termijn geheel of gedeeltelijk opzeggen? Dus feitelijk wordt hier gezegd, je wil niet opzeggen omdat je geen convenant meer wil. Jij wil eigenlijk opzeggen omdat je iets wil wijzigen. Dus dan zul je eerst moeten praten over die wijzigingen, de noodzaak en de redelijkheid daarvan. En je mag dus, en dan kom ik dus weer terug op die wijzigingen. Je mag dus van de ondernemingsraad wel verwachten dat hij zich als een betrouwbare onderhandelingspartner opstelt en niet alleen maar zegt, nee, doen we niet, beginnen we niet aan. Ja, dus, en alleen als er sprake is van een onredelijke opstelling van de ondernemingsraad, dan, zegt het Hof, kan inderdaad over worden gegaan tot opzegging. Maar joh, als het dus is opgezegd, is er helemaal niks meer. Ja, dan val je volledig terug op de wet. Dat is ook het dreigement dat ondernemers natuurlijk kunnen gebruiken naar de ondernemingsraad. Als wij niet kunnen komen tot nieuwe afspraken, dan zullen wij het convenant moeten opzeggen en dan vallen we terug op de wet. En ja, dan heb je dus veel minder faciliteit en heb je veel minder, dan ben je al je bovenwettelijke rechten kwijt. Ambtelijk secretaris kan naar huis, noem maar op. Dat is natuurlijk een risico wat je als ondernemingsraad wel moet realiseren. Ik vind hem nog wel ingewikkeld. Want in feite zou je kunnen zeggen van, goh, ik wil de wijzigingen moeten doorvoeren. Tenminste, de bestuurder wil de wijzigingen doorvoeren. De ondernemingsraad vindt het niet redelijk. Klopt. Dan zegt de bestuurder, ik zeg het op. Ik wil het opzeggen. En dan ga je naar de rechtbank. Ja. En dan die beoordeelt dan? Of het standpunt van de ondernemingsraad om niet mee te werken aan die wijzigingen onredelijk is. Zo zou je het moeten zien. Dus dan gaat het wel over de inhoud. Ja. Als je hebt opgesteld, je hebt dus inderdaad allerlei besprekingen gehad. Ja, je moest echt toch wel als ondernemer een heel proces inrichten. Maar je ziet ook, want waarom zou je een convenant willen opzeggen? Zeker als het gaat om faciliteiten en bovenwettelijke rechten. Waarom zou je dat willen doen? Dat doe je alleen maar als je iets wil veranderen. En waarom is dat? Omdat de relatie tussen ondernemingsraad en ondernemer is ook een relatie van onbepaalde tijd. Hè? Dus net als nu. Hè? Ja. Dat zeg je ook niet zo eenvoudig op. Want je kan wel zo'n afspraak opzeggen. Maar de relatie, ondernemingsraad, blijft wel bestaan. Dus daar komt dan iets voor in de plaats. Dus feitelijk ben je aan het wijzigen. Je hebt vaak te maken met afspraken die gemaakt zijn met een ander bestuurder of met een andere OR. Ja. En dan gaan het vaak vreemd. Dat kan, maar dat zijn dus gewijzigde omstandigheden. Kunnen natuurlijk meebrengen dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Dat kan. Het kan zijn dat het bedrijf veel kleiner is geworden. Het kan zijn dat de financiële slagkracht van het bedrijf anders is geworden. Het kan zijn dat er bepaalde afspraken staan die
die nergens meer over gaan, omdat bijvoorbeeld bepaalde overeenstemmingsrechten die zijn overeengekomen, misschien nu wel in de nieuwe situatie veel te knellend zijn, of dat de nieuwe aandeelhouder zegt, ja, maar dat willen wij gewoon niet hebben, hè, want we hebben te maken met andere belangen. Ja. Dus nou, op die manier zie je dus wel dat je dat gesprek kan aangaan over wijziging, want wat je feitelijk doet is toch het wijzigen van de onderlinge relatie. Dus het SEC opzeggen van een overeenkomst betekent niet dat de relatie tussen ondernemingsraad en ondernemer wordt verbroken. Die blijft namelijk staan. Alleen, er komt een ander, anders voor in de plaats, namelijk het wet van het wettelijk minimum. Dus feitelijk zegt deze zaak van ja, je kan wel opzeggen, maar feitelijk ben je aan het wijzigen. Dus dat moet je met zwaarwichtige redenen doen. Nou, dan gaan we eens even over die nakoming, want we hadden het er straks al over van ja, luister, we hebben allerlei toezeggingen gekregen. Of we hebben iets opgeschreven in een convenant. En ja, dan willen we ook dat het wordt nagekomen. En dan zie je dat daar ook in de rechtspraak wel het een en ander over. Ja, hoe hard zijn die afspraken nou eigenlijk? Hè? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld ook in de literatuur dan een onderscheid gemaakt tussen wat we dan noemen beleidsmatige toezeggingen en afspraken. Bijvoorbeeld, er vallen de komende jaren geen ontslagen. Nou, dat is best een stevige toezegging. Het is een hele oude van de zaak, uit de Enka-zaak, waarin dat gezegd wordt, nou, zoals we het zien, de komende jaren geen ontslagen. Nou, een jaar later besluit het bedrijf toch een adviesaanvraag in te dienen om toch 25 man te laten vertrekken. Waarop de ondernemingsraad zei, ja, maar we hebben toch een toezegging dat er geen ontslagen zouden vallen. Dus daar willen we je toch aan houden. Nou, dat soort afspraken of toezeggingen, daarvan heeft de ondernemingskamer eigenlijk bepaald dat dit soort zaken, die moet je in het totaal van de besluitvorming meewegen. Hè? Dus als er dan een besluit wordt genomen, of een voorgenomen besluit ligt om dan in strijd met die toezegging toch die reorganisatie door te voeren, dan zegt het Hof, ja, we moeten dus de totale belangenafweging, wordt dit meegenomen, maar het zal wel een zwaar punt zijn. Dus die toezegging ligt er wel, dus dan zal je toch als werkgever met een verdomd goed verhaal moeten komen bij de ondernemingskamer waarom het dan toch moet. En dat kan wel, want dan heb je bijvoorbeeld weer over, ja, dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Ja. De omstandigheden zijn gewijzigd, want onder de omstandigheden waaronder we die afspraken maken, konden we dat voorzien, maar omdat er dingen zijn veranderd, moeten we wel de flexibiliteit hebben om daarmee door te gaan. Nou, dus daar zie je dat dit soort afspraken niet tot het einde der tijden kunnen blijven gelden. Dat ligt misschien anders bij procedurele toezeggingen, dat zie je eronder. Bijvoorbeeld een afspraak zoals personele gevolgen worden apart in een tweede adviesaanvraag aan de OR voorgelegd. Dus een zaak van topkracht. Vervolgens deden ze dat niet. Ze zeiden, ja, nee, dit doet gewoon voortuit besluiten. Ze begonnen gewoon met uitvoeren. Dus de ondernemingsraad, die stapt ook weer naar de ondernemingskamer. Ze zeggen, ja, we hebben gewoon een toezegging dat we een adviesaanvraag zouden krijgen. En dan zegt die OK zegt dan ook, ja, dat klopt. Dat staat er ook. En dat is dus in beginsel leidt dat dus ook tot een kennelijk onredelijk besluit. Als je dat niet doet. Dus hier zie je wel een verschil. Want ja, waarom zou je een procedurele toezegging niet nakomen? Dat valt niet zo goed te rijmen met bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden. Ja, dat boeit niet. Dat boeit niet zo, hè. Ja, maar dat geldt voor die beleidsmatige natuurlijk wel. Nou, heel belangrijk, precies bij arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Daar zie je natuurlijk dat we te maken hebben met de vraag, oké, werken die afspraken nou bijvoorbeeld, hè, stel je maakt zo'n rechtspositiereglement, werkt dat dan automatisch door in de arbeidsovereenkomsten van de mensen? Nou, in principe niet. In principe niet. En dat komt omdat ondernemingsraad geen vakbond is. En die kunnen geen CAO sluiten. En alleen en het CAO-recht, dat is weer een aparte wet, die zorgt ervoor dat er sprake is van een doorwerking van die collectieve afspraken in arbeidsovereenkomsten. Maar werknemers kunnen natuurlijk wel degelijk rechtstreeks naar de werkgever een beroep doen op die afspraken. En waarom is dat? Omdat werknemers niet gebonden zijn aan die afspraken. Dus werknemers kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, jullie hebben dat afgesproken, dus dat claim ik. Maar andersom kan de werkgever niet zeggen, ja, we hebben dat afgesproken, dus jij moet dat doen. Tegen een individuele werknemer. Dan zegt hij, nou, dat weet ik helemaal niet. Dat mag je met de OR afspreken. Maar daar ben ik niet aan gebonden.
Die gebondenheid ontstaat dan weer wel op het moment dat in cao's, en dat zien we ook regelmatig, afspraken worden gemaakt dat bepaalde onderwerpen ter onderhandeling en uitwerking aan de lokale ondernemingsraden wordt gedelegeerd. Dan wordt er gewoon gezegd, ja, wij hebben hier afspraken op hoofdlijnen. De uitwerking kunt u verder nader afspreken met de ondernemingsraad. Nou, daarover is geprocedeerd en daarin is gezegd, ja, maar die afspraak die ondernemingsraad en ondernemer dan maken, is een afspraak die is gemaakt in het kader van de cao, want daar is duidelijk gezegd dat daar die bevoegdheid om die afspraak uit te werken is gedelegeerd. En dat betekent dus dat hij dan wel doorwerkt, omdat hij dan daadwerkelijk zijn grondslag vindt in de cao. Nou, als we dan hebben over sociale plannen, dan hebben we in de Ardent-zaak van een paar jaar geleden gezien dat een OR een sociaal plan afsloot, samen met vakbonden in dit geval, en de werkgever besloot om een aantal van die afspraken anders uit te leggen en dus ook niet na te komen, waarop de ondernemingsraad ook daadwerkelijk opkwam tegen de ondernemer en ook de nakoming vorderde van die afspraken naar de werkgever toe. En nou, dat werd ook door de kantonrechter toegekend. Dus je ziet, als je je afspraken goed formuleert, dan kun je ook nakoming van die afspraken afdwingen. En dat brengt mij, want dan gaan we naar het laatste stukje van de van het uur, om nog eens eventjes een aantal recente uitspraakjes over de nakoming van afspraken met jullie door te nemen. En de eerste is een Keolis is een vervoersbedrijf en daar was een afspraak gemaakt en die gold. Dat ging over een softwarepakket. En er stond voor de dienstpakketten is ervoor gekozen om de op- en afstaptijd niet aan te passen. Het LMS en DMS systeem zal per 1 september 2021 operationeel zijn en dan moeten de tijden passen bij de afgesproken werkwijze. En, luidt de afspraak, is het LMS-DMS systeem niet operationeel op de vestigingen per 1 september 2021, dan vallen we terug op de oude op- en afstaptijden uit 2019. Hè. Dus ze wilden die op- en afstaptijden systematiek veranderen en er moest een nieuw systeem voor ontworpen worden, maar ja, dat moet er dan wel zijn. Dat klinkt eigenlijk als een hele logische voorwaarde van die ondernemingsraad. En zeiden we, ja, als het dan dus niet zo is, dan gaan we gewoon terug. Dus ja, wat gebeurde daar? Keolis ging natuurlijk keihard aan de slag met dat nieuwe systeem, maar ging natuurlijk wel de nieuwe op- en afstaptijden invoeren. En dat is wel heel belangrijk, want die hele dienstregeling voor het publiek hangt daaraan vast. Dus, maar ja. Ze kwamen toch nog wel wat problemen tegen met dat nieuwe systeem. Dus het was niet 100% operationeel. Dus zegt de OR, we hebben een duidelijke afspraak gemaakt. En die is vrij strak vastgelegd. Dus wij vorderen nakoming. Wij willen terug naar de afstaptijden. Op een afstaptijd van 2019. En de rechter die vraagt zich af, ja, we moeten dus eerst vragen, is hier nu sprake van een afspraak die niet is nagekomen en dan vervolgens, wat betekent dat dan in dit geval? En dan moet je je voorstellen, dit is een kort geding. En de rechter voelde zich, je merkte wel, hij probeert in deze zaak een beetje onder dat probleem uit te komen, want hij ziet namelijk dat als hij de ondernemingsraad gelijk moet geven, heeft dat enorme gevolgen voor dat bedrijf. En dat onderkent hij dus ook. Dus hij zegt dan ook, ja, gelet op de ingrijpende voorziening die de OR vordert, en het op de weg van de OR had gelegen om aan te tonen dat het systeem OR aan te tonen dat het systeem niet operationeel was. Dus hij zegt, de OR zegt, de kantoor zegt, ja, het is mij niet helemaal duidelijk of het systeem nu wel of niet operationeel is in de zin van de afspraken, want er zaten misschien een paar bugs in en wat dan ook, maar om nou te zeggen dat het helemaal niet operationeel was, dat had de OR van heel wat meer over kunnen stellen en moeten bewijzen. Dus op die grond denk ik dat ik de afspraak wel helder vind. Maar de OR had meer kunnen doen en moeten doen om te laten zien dat die niet was nagekomen. En vervolgens zegt de rechter, ja, en als dat wel zo zijn geweest, had ik het ook afgewezen. Want in dit geval is dit zijn de gevolgen te ingrijpend om daarover in kort geding een besluit te nemen. Dus moet u daar maar voor naar de
bodemrechten. Ja, dat duurt altijd wat langer, maar dat moet u dan daar maar afwachten. Nou, dat is een zaak waarin je ziet dat er eigenlijk op zich een OR best een strakke afspraak maakte, maar dat dan weer de ingrijpende gevolgen voor die afspraken ertoe leidt dat de rechter toch zit een beetje uitprobeert te burmen. Maar een beetje gezocht, vond ik het wel, eerlijk gezegd. De volgende, ja, daar zien we bij de Vrije Universiteit, bij de ondernemingskamer. Hier was sprake van procedureafspraken. In een convenant hadden de VU en het college van bestuur en de ondernemingsraad van de VU hele specifieke afspraken gemaakt hoe je een adviesaanvraag aanvliegt. Een heel stappenplan met 9 te nemen stappen. Die stonden helemaal keurig uitgewerkt in dat convenant. Maar ja, je snapt wel, dat ging toch anders. Het ging toch anders en deze reorganisatie die werd doorgevoerd. En de OR gaat daarvoor naar de ondernemingskamer en die verwijt de VU namelijk in eerste plaats van u hebt niet volgens het stappenplan dat we hebben afgesproken in het convenant te hebben gehandeld. En een van die stappen was dat het ODC, dat is een operationeel dienstencentrum, moet dan geïnformeerd worden. Dat was dan stap 1. En die waren onvoldoende betrokken. En de medewerkers zijn ook te vroeg geïnformeerd over de stappen, want je had eerst stap 1 tot met 4 moeten doorlopen en dan pas naar stap 5. Nou zou je zeggen, dat is op zich een hele heldere, duidelijke, procedurele afspraak. Nou, dan komt de ondernemingskamer en die zegt, nou, dan had u dat allemaal wat strakker moeten opschrijven. Want van een substantiële betrokkenheid van de ODC is niet gebleken, zegt de OK. Maar, daar komt hij weer. Kijk, als je rechters de mogelijkheid geeft om uit een afspraak te draaien, dan zullen ze dat echt niet nalaten hoor. Dus dat brengt echter niet mee dat de VU daarmee heeft gehandeld in strijd met stap 1. Want het wordt in deze stap namelijk raadzaam geacht de decentrale medezeggenschap bij de plannen te betrekken. Maar dat wordt niet met zoveel woorden voorgeschreven. Ja, zo zie je maar hoe rechters die pakken echt ieder woord om te zeggen, nou, en dat doen ze omdat ze denken, ja, moeten we echt op deze grondslag dit nou gaan doen. En zegt hij, ja, ook op het gebied van het informeren van het personeel dat rechtstreeks door de voorgelegde organisatie wordt getroffen, bevat het stappenplan geen dwingende regels. Dus eigenlijk is het zo, dan heb je een heel stappenplan gemaakt, wat noemen we de uitgangspunten. En vervolgens gaat een ondernemer in strijd met die uitgangspunten het anders doen. Maar daar kan een goede reden voor zijn. Hè? Dat heb ik natuurlijk ook uitgelegd. Van, ja, het was een ander soort en we zagen het was klein. En als we die stappen zouden moeten doorlopen, dan zouden mensen misschien wel te vroeg het allemaal weten. Dus we moesten eerder schakelen. Dus allemaal hele verklaarbare redenen waarschijnlijk. En dan zal een rechter daar dus ook gebruik van maken. Hè? Maar het zou dus anders zijn geweest als er had gestaan, het is dwingend voorgeschreven, dan denk ik dat de OK er niet onderuit had gekund. En dan zie je dus ook weer hoe belangrijk het is om convenanten, afspraken, toezeggingen goed en helder te formuleren. Nou, een andere spijtige uitspraak voor mij persoonlijk was Albert Heijn e-commerce, die bij de ondernemingskamer in terecht kwam, omdat zij dachten afspraken te hebben gemaakt over het terugdringen van het aantal flexmedewerkers in de home shopping centers. Dat zijn de grote magazijnen van waaruit zeg maar onze e-commerce boodschappen worden verzameld en in kratten gedaan. En dan vervolgens worden ze in wagentjes gestopt. En Albert Heijn laat heel veel van het werk over aan uitzendkrachten. Dat zijn natuurlijk vaak buitenlandse uitzendkrachten, Bulgaren, Polen, et cetera. En de ondernemingsraad was dat een beetje een doorn in het oog. Want die hadden zoiets van, ja, wij willen graag veel meer mensen met een echt Albert Heijn contract daar. En we hebben heel veel mensen die ook best al lang als uitzendkracht bij ons werkzaam zijn. En die kunnen best een Albert Heijn contract krijgen. Dus toen kwam er weer een adviesaanvraag. En in die adviesaanvraag zeiden ze, nou gaan we ervoor. Nou gaan we dat dus vastleggen met elkaar. Dus wat deden ze? Iedere keer in dat adviestraject, dat ging dan als volgt. Dat waren conceptadvies en er werd op gereageerd. En dat moest uiteindelijk dan leiden tot een uiteindelijke adviesaanvraag. En vanaf dag 1 zei de OR, wij spreken het volgende af. Afspraak 1. En dan kwam meteen die riedel van maximaal 25%. En wat gebeurde? Die directie van Albert Heijn, ja, die liet iedere keer die afspraak maar gewoon staan. Maar die zei niet van, dat willen we niet. Dus
uiteindelijk dacht de OR e-commerce, ja, nou ja, we hebben nog 3 keer die afspraak staan, nu hebben we die afspraak ook. Dus uiteindelijk kwam die adviesaanvraag en er stond in, ja, we hebben helemaal geen afspraak. En de OR die zei, ja, we hebben wel een afspraak. Dus die gingen hiervoor naar de ondernemingskamer en die zeiden, we hebben een afspraak gemaakt. En die hebben ook de indruk bij ons gewekt dat we een afspraak hadden. En Albert Heijn zegt gewoon, ja, luister eens, we hebben helemaal geen afspraak gemaakt met de ondernemingsraad. We hebben wel gezegd dat we de ambitie hebben, maar dan zegt een keiharde afspraak, dat hebben wij nooit gezegd, en we hebben dat ook met die indruk gewekt. En de ondernemingskamer die zegt, wel of geen afspraak, ja. Is dat de volgende slide? Nee, ja, de laatste, zeker. Ja. De ondernemingskamer zegt die dan ook, ja, de Albert Heijn e-commerce heeft in haar schriftelijke communicatie met de ondernemingsraad nimmer vermeld dat het voorgenomen besluit mede binnen een bepaalde termijn te behalen percentage vaste medewerkers zou inhouden. Hebben ze nooit gezegd? Dat hebben jullie opgeschreven als ondernemingsraad. Dat de ondernemingsraad dit wel heeft mogen begrijpen uit de gesprekken van 10 en 16 maart heeft de ondernemingskamer evenmin kunnen vaststellen. Want het is natuurlijk ook gebeurd op rechtvergadering waarin het mondeling zegt, ja, dat gaan we doen. Maar ja, dan heb je het weer. Het is allemaal niet goed genoeg vastgelegd. En het achterwege blijft van een afwijzende reactie van Albert Heijn e-commerce op de door de ondernemingsraad geformuleerde afspraak 1 is onvoldoende voor een gerechtvaardigd vertrouwen van de ondernemingsraad. Dat betekent dus, je kunt dus ook niet als ondernemingsraad een afspraak creëren door maar hard genoeg te blijven herhalen dat er sprake is van een afspraak. He? En dat brengt mij eigenlijk... Maar dat is nou heel flauw, hè, als de ondernemingsraad constant zegt... Ja. Afspraak 1, en dat je denkt van, nou, ik ga gewoon daar helemaal niet op in, heb ik geen discussie. Dus ze zijn ook niet voor niks voor naar de ondernemingskamer gestapt, omdat ze dat ook zo doorvoelden natuurlijk. Maar het geeft dus wel aan dat als je in het overleg, ook als ambtelijk secretaris, die overleggen bijwoont, dan is eigenlijk, als een agendapunt klaar is, dan moet de ambtelijk secretaris even de vinger opsteken. Mag ik even uw aandacht? Dat is het. Wat spreken we nu precies af? En dan heb je ook meteen misschien iets om af te spreken en om vast te stellen. Ja. En als het gaat om iets ingewikkelds, spreken we dan af dat we hier een apart document voor opstellen waarin die afspraken verder uitwerken. En dan ga je structureel proberen afspraken, zoals bijvoorbeeld bij e-commerce, dus niet goed is gegaan. Dus dat is 1. En 2. Als je vindt dat het heel dwingend moet zijn, schrijf dan ook op dat het dwingend is. Hè? Dus niet zoals de VU. Van ja, het is raadzaam, het is verstandig. Dan moet je ook daadwerkelijk die afspraak op die manier opschrijven. En is dat dan voldoende? Nou, aan de hand van Keolis hebben we gezien dat rechters er echt alles aan zullen doen om een redelijke en billijke uitspraak te krijgen. En ja, daarvoor gaan zij. En dat zijn en rechters zijn natuurlijk ook taalkunstenaars. Die zullen altijd een weggetje zien en proberen een geitenpaardje te vinden om er dan onderuit te komen als zij vinden dat het niet redelijk is. Nou, daarmee is het exact weer 11 uur. Hebben we er een uur vol gekletst over convenanten, afspraken en toezeggingen. Je ging lekker door. En ik moet zeggen, volgens mij heb je iedereen geboeid, want iedereen is aangehaakt gebleven en er waren geen vragen. Meer? Nee, 2 meer. 2 maar, ja. Nou, kijk, daar komt iets. Ik weet niet of dat de vraag is, maar nou, heel fijn. Nou, ook graag gedaan. Dan danken wij Lisa en jullie voor de aandacht. Ik heb hier wel een vraag van Antoinette. Zijn dat er goede voorbeelden zijn van overeenkomsten? ja, de vraag is... Wel anders? Nou ja, dat klinkt wel. Maar de vraag is altijd, begin met de vraag, wat wil je afspreken? Ja. Wat wil je afspreken? Natuurlijk zijn er natuurlijk documenten die als een zogenaamd overeenkomstendocument hebben met partijen, een considerans en dan vervolgens wat spreken we af. Nou, en dan ga je afspraken formuleren en dan zeg je datum erop, handtekeningen eronder. Dat is een format, maar dat is niet een standaard document van hoe je dat doet. Dus je zult echt, dit soort documenten zijn eigenlijk altijd maatwerk. En dat komt omdat iedere afspraak anders is. Ja. Oké, nou, iedereen hartelijk dank en tot de volgende keer weer. Zeker weten. Als jullie ideeën hebben van onderwerpen die graag jullie behandeld willen zien, laat het weten. We hebben een OR-ondersteuning kanaal waar alle webinars op staan, dus kijk dat ook maar even door. En als er
Als je iets mist, laat het ons vooral weten. Ik denk dat Maarten graag weer komt vertellen. Oké, dank jullie wel. Fijn weekend ook. Joep, dag. Dag.